ik ben Diederik van Meerval.shop en hier zijn mijn 3 gouden tips. Als beginnende meervalvisser is het gemakkelijkste voor op meerval te vissen de pelletvisserij. Dit is eigenlijk juist hetzelfde als de karpervisserij, alleen aangepast materiaal natuurlijk, gelijk leaders en haken. En de voederwijze is ook iets verschillend. Bij de meervalvisserij ga je alles op een hoop geconcentreerd voeren, terwijl de karpvisserij gaat je meer open voeren. Je gaat gewoon enkele dagen voorvoeren en dan kun je perfect op die stek meerval vangen. Komt er eigenlijk op neer, zoek het levenend water. Als jij op een water toekomt en je ziet daar heel veel vis springen en er zit meerval op dat water, dan mocht je er zeker van zijn dat de meerval tussen die andere vissen doorzwemt. Is ook zo, meerval zal zich door de dag altijd in de donkere bevinden en 's avonds gaat hij naar het ondiepe komen en dat kan gaan tot een halve meter diepte waar dat je ze kunt vangen. Het spreekwoord zegt, Diederik, de aanhouder wint. Ja. En dat is ook het geval in de meervalvisserij, want jouw derde gouden tip die zegt volhouden. Ja, dat klopt. Het wil niet zeggen dat je ene keer gaat vissen op meerval, dat je direct het groot lot gaat vangen. Kan natuurlijk altijd, maar als je ene keer door hebt waar dat je ze kunt vinden, op welke tijdstippen dat je ze kunt vinden, wanneer dat ze gaan azen bijvoorbeeld, dan heb je succes. Je hebt zoveel manieren van meervalvisserij, status met de bellyboot. Als je veel wilt vangen met de bellyboot, is dat de ideale manier om te starten, buiten de pelletvisserij. Als je dan ene keer door hebt hoe dat dit marcheert of hoe dat dit werkt, dan gaat je sowieso succes boeken. Sowieso. Heb je vragen of tips nodig daar rondtrend, mocht je me altijd vrijblijvend contacteren via Messenger of via telefoon en ik zal je met plezier verder helpen, zonder enige verplichting. De nieuwe is juist hier geweest. Allemaal abonneren. Scooterfishing. Komt dik in orde hier.